Welkom allemaal. Wij gaan weer verder met Bijbellezen. Jurk is er helemaal klaar voor. Michael zit er klaar voor. En ik ook. En ik zit in Arnhem. Jurk die zit in België. En Michael in Duitsland. En we doen het ook in drie talen. Dat wil zeggen dat Jurk, omdat hij het dichtst in de buurt zit van Brussel en de NATO, die doet het Engels. Dag Jurk, hoe is het met jou? Ja, dag Perry. Fijn om je terug te horen en terug met jou samen te zijn om nog een keer een opname in de Bijbelstudie te doen. Ook met Michael daarbij. Het is altijd schoon als drie in de naam van Jezus verzameld zijn, want daar heeft hij gezegd: in hun midst zal hij zijn. Dat is wat wij noemen ecclesia, dat is wat wij noemen kerkgemeenschap. Ja, daarvoor hoeven we geen groot gebouw te hebben met een spits dak en met afbeeldingen en alles erop en eraan en erin. Maar gewoon een meeting, in dit geval of een ontmoeting, zelfs al is het maar een virtuele ontmoeting. En dat heeft niks te doen met corona-afstandsmaatregelen. Dat heeft gewoon daarmee te doen omwille van dat we niet elke week kunnen gaan samenkomen ergens. Alhoewel, dat zou ook eens een keer leuk zijn, want zo ver wonen we ja niet uit elkaar. Dat zal er misschien ook ooit nog eens een keer van komen. In elk geval, wij gaan vandaag verder in Genesis chapter 11, also Genesis. Eerste boek Mose, kapitel 11, vers 27. Maar ondertussen willen we natuurlijk eerstmal een keer heel hartig, of heel hartvol, of hoe zeg je dat, heel volharte, Hartelijk, hartelijk. volharte of hartelijk onze broer Michael uit Duitsland begrüßen. Hallo Michael. Guten Abend. Hallo. Hallo. Ich kann perfekt Deutsch sprechen, also zumindest ein paar Sätze Deutsch kann ich. Ah. Maar ik heb een beetje problemen met de Nederlands. Ik kan het goed verstaan, maar ik kan het niet zo goed praten. Ik heb het nooit geleerd en ik ben het een beetje aan het oefenen. Maar twee keer per maand is niet zo veel. Nee. Zo. Goedenavond. Maar in elk geval het is nog meer dan niks. Dus. Ja, dat is misschien meer dan die gewone Duitse kan. Ja. Dat is dat. En daarbij, ja, voor de. Ik ben hier. Nee, in België is dat denk ik ook zo. Maar in Nederland en in België dus, daar verstaat men in de regel heel behoorlijk Duits. Ja, Ja, dat is. in België is Duits zelfs nog een officiële taal. Ja. Ja, daar dacht ik dus aan. België heeft drie officiële talen: Ja. het Frans, het Nederlands en het Duits. Interessant is, als je een keer over nadenkt, dat iedereen in België twee van de drie landstalen zal spreken, dan kan iedereen met iedereen perfect communiceren. Ja. Maar dat probleem is dat de Franstaligen zo dikke nekken zijn, dat die van iedereen vragen dat zij Frans gaan spreken. Ja. En dan komt er nog mee bij, dat is iets wat ik heb nooit niet goed verstaan, de Vlamingen die laten zich zo op hun kop gaan trappelen, want er zijn 6,5 miljoen Vlamingen en 3,5 miljoen Franstaligen. En die Franstaligen overheersen de Vlamingen gelijk de paus de koningen van de aarde overheerst. Ongelooflijk. Maar ja, moeten ze zelf weten, de kiekes. Ja, het is maar wat. Het is echt heel lastig geweest, denk ik altijd al, voor die regio. En het Frans, dat is ja, in Duits zitten ook wel wat Latijnse invloeden, maar Frans is Latijns. Dit is moderne gefratsenfrots met le en la. Ja, België is ja ook een kunstmatige staat, hè? België is Ja. eruit gehaald uit Nederland en uit Frankrijk, hè? En ze hebben daar Ja. gewoon een deel van uitgehaald en hebben dat gemixt en zeggen van hier is nu België, hè? Ja. Dat gedwongen samenleven. Ja, en omdat de Belgen in de tijd zelfs geen eigen koning hadden, hebben ze maar één uit Duitsland geïmporteerd. Is dat ook nog zo? Ja, koning Leopold ten eerste, die koning van de Belgen in 1831, is uit Duitsland geïmporteerd met zijn hele complete familie. Oh. Dat is een Duits koningshuis hier in de basis. Ja. Oh. Goh, dat hebben wij. Nee, dat hebben wij niet echt. Wij hebben, want Oranje dat komt uit de dag zelfs uit Frankrijk. Ja, Dat houdt ze voor ons. het zuiden van Frankrijk, hè? Orange, hè? Ja. De streek in de Côte d'Rhône, daar komt dat vandaan. En jullie hebben dan zelfs al eens een keer een koning aan Engeland afgestaan, hè? In de eind van de 17e eeuw. Ja, Willem dat de Zwijger. was Willem de Zwijger en ook nog de koning van Engeland.
Hij was getrouwd met Queen Mary. En die Mary, die wilde zelfs haar koningenplaats niet hebben en heeft haar man het regeren overgelaten. En dat was dus Willem van Oranje. Uh-huh. Willem of Orange. En volgens mij is dat Willem de Zwijger. 1600 in de jaren 90. 1692 of zo. Was dat? 1692. In die tijd, ja. Dat was juist een paar jaar na de, na de revocatie van het Edict van Nantes in Frankrijk. Mm-hmm. Dus... Ja, ik dacht dat Willem de Zwijger vermoord was aan het einde van de 16e eeuw. Ja, het zou kunnen. Ik wil me dan niet vastleggen. Ik weet alleen maar dat de zogenoemde William of Orange de echtgenoot was van Queen Mary in Engeland, eind van de 17e eeuw, en die in feite de regering van Engeland gedaan heeft en die is uit Nederland overgekomen. Ja, dus. Ja, dat verhaal ken ik. Ja, ik heb nu het ook niet tot in detail gestudeerd, hè. Maar het is gewoon ergens is een keer interessant om te zien wie waar wat doet. Maar ik bedoel, de koningen van Engeland hebben ook heel vaak over Frankrijk geregeerd, hè. Of over delen van Frankrijk. Hè. Okay. Frankrijk bestond ja toen ook niet. Hè. Dat was Bourgondië, hè. Dat was één deel, hè. Burgund, Burgundy. Mm-hmm. Dat was één deel van Frankrijk, maar Frankrijk zelf bestaat ja ook nog niet zo lang in dat opzicht. Dus, nou ja, zwart. We willen hier vandaag een geschiedenisles doen, maar dus niet over de middeleeuwen en de landsgrenzen van Europa. Maar we willen terug naar Genesis gaan. We willen verder gaan, wat is er gebeurd na de toren van Babel, als gevallen was. Mm-hmm. Wat begon er toen met bepaalde families? En daarom hebben wij hier in Genesis 27, lezen we in feite over de... verdeling van de mensen als de toren gevallen was. Mm-hmm. En we lezen dus daarover van hoe die families dan in de aarde gegaan zijn. In vers 27 lezen we in de Koning James: Now these are the generations of Terah. Terah begat Abram, Nahor and Haran. And Haran begat Lot. And Haran died before his father Terah in the land of his nativity in Ur. Of the Chaldees. Ik zal het hierbij eerstmaal een keer laten, want ik heb daar een kleine opmerking over. En dan zal ik dus vragen dat Perry nu eens een keer uit de Statenvertaling dezelfde verse gaat overnemen. Yes. En deze zijn de geboorten van Terah. En Terah gewon Abram, Nahor en Haran. En Haran gewon Lot. En Haran stierf voor het aangezicht zijns vaders Terah in het land zijner geboorte in Ur, der Chaldeeën. Nou, Michael erachteraan? Ja, en dies is die Geschichte Terahs. Terah zeugte den Abram, den Nahor und den Haran. Haran aber zeugte den Lot. Und Haran starb von seinem Vater Terah im Land seiner Geburt, in Ur, in Chaldeeën. Voor seinem Vater, nicht von seinem Vater. Maar wat ik dus belangrijk vind, is dat we lezen in vers 28 dat Haran, dus de zoon, gestorven is voor zijn vader. En ik zeg dat gewoon, dat ik daar eens een keer iets over wilde zeggen. Mm-hmm. Omdat dat het ongeveer het ergste is wat een ouder kan overkomen. Dat zijn kind voor hem sterft. Ja. En ik denk dat iedereen die zelf kinderen heeft, zich daar heel goed mee kan inleven. Jij hebt een eigen dochter. Mm-hmm. Ik heb een eigen zoon en Michael heeft zoiets als een stiefdochter voor die hem ook heel veel voelt en heel lang mee samen is. Mm-hmm. En ik denk dat we allemaal daarmee kunnen inkomen wat dat voor ons zou betekenen als onze kinderen voor ons de dood zouden ingaan, nietwaar? Ja, dat is niet akkoord na de natuur. Hè? Nee. Het is wat heel, heel bijzonders en ik denk dat het een situatie is die is ook heel veel harder voor de vrouwen, voor de moeders, dan voor de vader nog. Want die vrouw die heeft dat kind op de wereld geboren. Mm-hmm. En ik denk dat is ook een heel groot verschil. Want ik denk dat ik ben, als je een moeder bent, dan heb je een heel bijzondere relatie naar jouw kind. Mm-hmm. Of jouw kinderen. Als je vader heb je ook een speciale relatie, maar ik denk die relatie van moeder tot een kind is zo bijzonder, dat is niet vergelijkbaar met iets anders. So, mm-hmm. Dus denk ik dat is ook een heel,
heel bedrückend Situation. Ich weiß nicht, ja, ich weiß nicht, was ich da noch zufügen soll. Das Je hoeft er niets aan toe te voegen, maar mijn punt was eigenlijk gewoon dat het ook voor elke vader erg is dat zijn zoon of zijn dochter voor hemzelf stierft. Ja. En wat je met die relatie bedoelt tussen moeder en kind, dat die hechter is als die tussen vader en kind, daar ben ik het helemaal niet mee akkoord. Daar ben ik het helemaal niet mee akkoord, alleen al op basis van mijn eigen ervaring. Ik was in het Engels, om het Engelse woord een keer te noemen, devastated op een ogenblik als mijn vrouw bij mij wegging en mijn zoon meegenomen heeft. Want tot op dat ogenblik, mijn zoon was toen 12, was mijn zoon elke dag van zijn leven bij mij. En zij heeft hem gewoon uit mijn hart en uit mijn bezit gereden eruit gehaald. Ja, maar dat is een persoonlijke situatie. Ik denk dat het gewoon zo is dat in een... in een goede familie met een goede moeder in een juiste relatie, daar is dat zo dat dat kind, als het klein is, een heel speciale relatie met de moeder heeft. Dat is mijn ervaring. Dat is, dat zie ik ook met mijn stiefdochter daar. Ja, dat is wat heel besonders. Ne? Ze is... ja, ze heeft geen goede relatie naar haar vader, maar de moeder dat is alles voor haar. Ne? Die is zo speciaal, want die was zo, die hebben zo in intieme relatie. En dat zie ik heel offen. En ik heb zoveel te doen in de verschillende jaren met heel kleine kinderen, die ook die vriendinnen waren van mijn dochter. En daar is ook moeder, als je dan een dochter is, die heeft een heel enge relatie naar de moeder. Niet zo naar de vader, maar de moeder is het belangrijkste mens in de hele wereld. Dat is niet, dat zou niets aan te doen naar jouw persoonlijke ervaring, Jörg. Maar ik denk dat het een heel speciale relatie voor een gewone en gezonde vrouw is, dat als een kind uit haar... geboren wordt, dat je daar een heel speciale relatie hebt die je niet heeft als je een vader bent. Dat is een heel speciale relatie en ik denk niet dat wij ons voorstellen kunnen hoe dat is op dit moment als daar een kind uit je buik komt. Ja? Ja, dat kunnen we ons zeker niet voorstellen, maar aan de andere kant zie ik toch in heel de Bijbel weer en weer geschreven dat altijd alleen maar de lijn van de man belangrijk is. Ja? De vrouwen spelen een ondergeordnete rol in de Bijbel. In dat opzicht dat zowel de wessels zijn die de kinderen tot wereld brengen, maar er wordt altijd gesproken, gelijk hier in vers 27 ook, Terah heeft Abraham, Nahor en Haran geboren. Ja? Terah is een man, die heeft dat dus niet zelf geboren. Hè? Dus het gaat erover van dat is zijn linie die daarin voortgaat. En als die relatie tussen een vrouw en een kind dieper is als die tussen een man en een kind, dan is dat de schuld van de man, die zich niet genoeg om dat kind bekommert, die dan niet altijd is voor dat kind. Wat we in deze maatschappij die wij vandaag de dag hebben, vaak hebben, omwille van dat de mannen gaan werken en hun carrière achteraan lopen en de familie thuis laten. En natuurlijk, als je je eigen kind maar 2-3 uur per dag ziet, hooguit, kun je daar niet zo'n band mee opbouwen, gelijk dat de vrouw dat kan, die misschien 7 of 8 uur per dag met dat kind doorbrengt, of misschien zelfs nog meer. Dat is ergens logisch. Ja, maar in onze gewone omgeving, daar is dat zo dat die mannen gaan op werk, en die vrouw die is thuis, en die is 24 uur, die is elke uur met het kind bezig. Ja, die dat vrouwen gaan ook werken en kinderen zijn in de kindergarten en Kita en dergelijke dingen. Dat is niet hetzelfde. Als dat kind heel klein is, daar vorm je de relatie naar het kind. Als het kind heel, heel klein is en op die eerste maanden en jaren tot dat kind in de kindergarten nu moet, daar is de moeder thuis, gewoon thuis en de vader gaat op werk. Dat is gewoon zo. En dus hier in België is dat met 2,5 jaar, broeder. Ja. Ja, en dus heeft niet veel van een speciale band. Heeft dat kind een heel speciale relatie. Ik heb dat ooit ook gehad. Mijn vader was op werk.
En die was laat thuis. Die was des morgens om 8 uur buiten en kwam avonds om 8 uur naar huis, thuis. En dus ik heb een heel speciale relatie naar mijn moeder, maar ik heb een niet zo speciale relatie naar mijn vader. Die heb ik dan gehad als hij oud was en ziek wordt. En dus dan ja, maar als ik klein was, daar was mijn pap. Maar dat was gewoon mijn papa. Waar is mami? Waar is mami? Waar is mami? Want mijn moeder was altijd thuis. En dus spreek ik niet van jouw persoonlijke situatie, maar ik spreek van de gewone situatie in dit 21ste eeuw. Mm-hmm. Ja? Dat is dat verschil. Ja, wie dat op die tijden was in Babel en in het Oude Testament en zoiets. Als die kinderen opgroeien thuis en hij heeft een heel grote familie en zo. Dat is, ik denk, dat is wat heel, heel verschillend. Dus als je dat vergelijkt naar onze moderne tijd. Ja, ik denk, dat kan je niet zo vergelijken, maar het is jammer. Het is jammer dat je zo veel en hard moet werken, gewoon, en dat jij als vader niet de tijd heeft zoveel met de kinderen te doen. Ja, dat vind ik ook heel jammer. Ja. En ik vind het ook heel jammer dat vele vrouwen op werk gaan, moeten naar werk gaan. En dat de kindergarten en de school en dit, de kinderen heeft. Nou, dat is niet de juiste manier, maar dat is nu geen discussie over de moderne situatie. Maar ik denk dat gewoon in dit wereld, daar is die moeder halt het belangrijkste. Als het kind een beetje klein is, als het kind opgegroeid is, en misschien in de puberteit is of zoiets, daar is dat wat heel verschillendes. Ik denk dat kan je niet vergelijken. Ja? Maar als een kind klein is, daar is altijd de moeder die gewone belangrijkste persoon, denk ik. Het was nu ook niet mijn idee om over dit punt een discussie te starten, want daar kun je over bezig blijven als je dat wilt. En daar heb je altijd verschillende meningen en standpunten over. Maar wat ik dus wel eventjes naar voren wil brengen en waar jullie alle twee met mij akkoord gaan, denk ik, is dat het gewoon voor een vader erg is als zijn kind op voorhand sterft. En hier is Haran voor Terah gestorven en dat is dus altijd erg. En dat maakt niet uit of dat nu vader of moeder is, dat is voor elk ouder erg als zijn kind voor hem sterft. Mm. Ja, daar ben ik het mee eens. Dat was in feite die punt die ik wilde maken. Over al die andere dingen, ja, daar kunnen we over blijven discussiëren. Daar komt ook heel veel persoonlijke ervaring mee bij. En de ene heeft het zo ervaren, de andere zo. Dus daar wil ik ook helemaal niet over gaan spreken. Want tenslotte willen we in Genesis kapitel 11 verder gaan. Maar dat was gewoon om eventjes eruit te stellen dat dat een zeer naar gevoel is natuurlijk, als je zoiets voor hebt. En wat ook nog belangrijk is, dat we hier gaan lezen, dat dus Haran de vader van Lot was. Mm-hmm. En dus sowohl Haran, die de vader van Lot was, als ook Abraham waren allebei kinderen van Terah. Dat wil zeggen, Abraham is de oom van Lot. Dat is belangrijk, omwille van dat we ja met Abraham en Lot nog een beetje verder gaan in deze Bijbelstudie. En dat we dan weten in welke familierelatie die tot elkaar staan. Is dat ook niet onbelangrijk om weten. Ja? Daarom wil ik eventjes bij deze twee versen blijven staan. En als dat voor jullie ook akkoord is, dan zal ik graag met vers 29 verder lezen. Heel graag. Ja. And Abram and Nahor took them wives. The name of Abram's wife was Sarai, and the name of Nahor's wife Milcah, and the daughter of Haran, the father of Milcah, and the father of Iscah. But Sarai was barren. She had no child. And Terah took Abram his son, and Lot the son of Haran his son's son, and Sarai his daughter-in-law, his son Abram's wife, and they went forth with them from Ur of the Chaldees to go into the land of Canaan. And they came unto Haran and dwelt there.
and the days of Terah were 205 years, and Terah died in Haran. Yep. En Abraham en Nahor namen zich vrouwen. De naam van Abrahams huisvrouw was Sarai, en de naam van Nahors huisvrouw was Milka, een dochter van Haran, vader van Milka en vader van Jiska. En Sarai was onvruchtbaar, zij had geen kind. En Tera nam Abraham, zijn zoon en Lot, Harans zoon, zijn zoons zoon, en Sarai, zijn schoondochter, de huisvrouw van zijn zoon Abraham. En zij togen met hen uit Ur der Galdeën om te gaan naar het land Kanaan. En ze kwamen tot Haran en woonden al daar. En de dagen van Tera waren 205 jaren en Tera stierf te Haran. Dan op zijn Duits. Abraham aber und Nahor namen sich Frauen. Abrahams Frau hieß Sarai und Nahors Frau hieß Milka, eine Tochter Harans, des Vaters der Milka und der Jiska. Sarai aber war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Und Terach nahm seinen Sohn Abraham, dazu Lot, den Sohn Harans, seinen Enkel, auch Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohns Abraham, und sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldea, um ins Land Kanaan zu gehen. Als sie aber nach Haran kamen, blieben sie dort. Und die Lebenszeit Terachs betrug 205 Jahre und Terach starb in Haran. Nu, ik weet niet hoe het met jullie twee zit, maar ik persoonlijk heb twee dingen die ik hier eventjes vind die interessant zijn om over na te denken. Mm-hmm. En dat is namelijk dat we enerzijds lezen dat Sarai barren was, dus onvruchtbaar was. Want daar komen we later nog op te spreken, dat is niet zo belangrijk. Maar dat ze dus van dat land hier weggaan met heel de familie. En dat in dit geval hier Terra maar 205 jaar oud werd. Daar zien we weer hoe dat die mensen na de vloed zoveel minder oud geworden zijn. We weten nog, Noah heeft nog geleefd meer dan 600 jaar. Hè? Ja. Ja. Want in het 600ste jaar van zijn leeftijd begon de vloed ergens, hè? Dacht ik, als ik me dat juist herinner. Hm. En daarna zien we altijd maar die mensen minder en minder en minder oud worden. En hier nu Terah wordt maar juist 205 jaar oud. Ik bedoel, vandaag de dag zouden in de lucht springen als je 205 jaar mag worden. Ik persoonlijk niet, maar vele mensen wel. Ja. Maar vandaag is dat dus utopie om zo lang te kunnen gaan leven. Maar in de tijd, ja, dat was altijd maar minder en minder en minder. Vandaar vind ik ook heel belangrijk, dat wil ik een keer even bij blijven staan, dat die mensen dus in het begin heel oud werden, zoals we voor de vloed gelezen hebben en na de vloed lezen, hoe dat ze oud dat ze dan nog werden. Maar dat ze dus altijd minder en minder oud werden en worden, waarentegen onze evolutietheorie, waar zoveel mensen aan vasthouden, juist het tegendeel leert. Mensen zijn vroeg gestorven en vandaag de dag worden ze altijd maar ouder en ouder en ouder. En dat is absoluut niet waar. Mm-hmm. Door het gehele geschiedenis heen. Dat is absoluut niet waar. Er waren ook 1000, 2000 jaar geleden mensen die 100 jaar oud werden. Ja? Mm-hmm. Of in de buurt daarvan kwamen. Dat eventjes een keer hiervan te zeggen. Ja, ik heb ook een opmerking. En Nahors. Oh ja, ik moet nu de Engelse tekst nemen. Ja, ik wil de Duits ook oppakken. Ja, yeah, and the name of Nahor's wife, Milka. Ik heb dat opgekeken in de Isod en Milka. Die naam Milka, dat is de bedoeling queen. Dat vond ik heel interessant. Dat heißt Hebrews 4:4-6, queen Milka, the name of a Hebrew wiz and of an Israelite, Milka. Ja, maar de naam bedoelt queen. Oh, en ik dacht, daar moet ik een beetje kijken in de toekomst of dat misschien op deze vrouw een belangrijke rol speelt. Dat was zo mijn eerste idee. Ja. Interessante punt. Dat zullen we zien als we verder lezen. Want Milka komt er zeker nog een keer in voor, veronderstel ik. Ja. Hè?
Ja, dat is wel een spannend... Ja, en ook de punt dat zij naar Kanaan zullen gaan, maar dan blijven ze in Haran, hè? Ja. To Haran and dwell there. Dan blijven ze in Haran. Dus die zijn niet naar Kanaan gegaan. En ik weet niet waarom. Maar ik denk dat zullen we in Genesis 12 misschien leren. Ja. Oké. Zal ik die erbij gaan pakken? Of heb jij nog wat te zeggen over dit laatste stukje van 11? Jörg? Nee, ik heb daar niks verder over te zeggen. No. Dan gaan we verder naar Genesis 12, zeker, hè? Ja. Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curses thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. Heel interessante drie versen. Ja. Dat is dus nu aan jullie om verder te gaan. De Heere nu had tot Abraham gezegd, Ga uit uw land en uit uw maagschap. En uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken. En wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen, en vervloeken die u vervloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Ja. Das ist ein hele Boterham, was wir da juist gelesen haben. Mm-hmm. En dat is daarom een hele boterham, omwille van dat deze versen volgens mij zeer belangrijk zijn voor het hele verstaan van de verdere Bijbel. Dat is het hele boek eigenlijk. Ik vind het ook een beetje belangrijk als je deze vergelijkt met Genesis 3:15. Hè? Ja, ik was eerder aan het denken aan Openbaring kapitel 18 vers 4. Ja, oké, maar dat is een beetje in de toekomst dan. Hè? Ja, oké, dat is in de toekomst, maar ik was gewoon aan het denken over het gelijkenis. Omdat in Openbaring kapitel 18 vers 4 staat geschreven, Come out of her, my people, that you be not partakers of her sins, and that you be not, that you will not receive of her plagues. Receive of their plagues, ja. Mm. Ja, because her iniquities have reached heaven. Something like that in the King James. Ja, dus kom uit haar eruit, mijn volk, dat je niet deelneemt aan haar, deelneemt aan haar zonde. Dus 18, vers 4. 18. Ja. Ja, ik hoorde een 8, maar het was 18. Ja, ja, het is 18 vers 4. En dus, ja, je hebt het hier nu in Skype open, hè? Dat is goed. And I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, that you be not partakers of her sins, and that you receive not of her plagues. For her sins have reached unto heaven, and God hath remembered her iniquities. Dus de belangrijke punt hierbij is, oké, dat is het speelt natuurlijk in de toekomst. En het gaat over iets, tussen aanhalingstekens zeg ik iets, maar helemaal anders. God roept zijn volk, ja? My people, zegt hem. Hij roept zijn volk ergens uit. Nu, in dit geval wat we juist aan het lezen zijn in Genesis, is het dat Abraham, die hij gekozen heeft, eruit roept uit een land waar dat hem leeft. En zegt, ga ergens anders naartoe. Je weet zelfs nog niet waar. Vertrouw mij gewoon maar. Ga daar weg.
En we zullen dan later wel zien dat hij dat ook doet. En in Openbaring, kapitel 18, vers 4, worden dus in feite die mensen aangesproken om uit de hoer uit Babylon te komen. Nu lezen we hier dat zij juist terechtgekomen zijn in het land Kanaan. En wij weten toch waar Kanaan voor staat. Kanaan staat toch voor een land dat heidens is, ja, als ik het juist voor heb. Mm-hmm. Niet waar? Ja. Ja. Dus hij roept hun uit, een heidensland uit, om ergens naartoe te gaan waar God zegt, daar moet je naartoe. In Openbaring stuurt hij de kerk van Jezus, die vrouw, voor 1260 jaar in de wildernis waar hij een plaats voor haar bereid heeft. Mm-hmm. Ik bedoel, dat zijn allemaal ergens voortekenen van dingen die later terugkomen. De Bijbel zegt het zelf, er is niks nieuws onder de zon. Mm-hmm. Die dingen herhalen zich allemaal. En die dingen herhalen zich ook in de Bijbel. In dat boek Exploding the Israel Deception komen ook heel veel dingen voor waar we gaan analyseren wat allemaal op toepassing was voor het volk van Israël in het Oude Testament aan de ene kant, mm-hmm, en wat voor Jezus in het Nieuwe Testament van toepassing was. Ja. Want Jezus is Israël. Zoals wij Israël zijn, als we in Jezus zijn. Ja? Mm-hmm. Dat is misschien een beetje veel nu op een boot, om een boterham te gaan smeren. Maar ik vind gewoon deze versen die hierin staan, dat God Abraham uit dat land uitroept. Mm-hmm. Verlaat dat land. Verlaat al die mensen met die je bekend bent. Verlaat ze allemaal. Mm-hmm. Jou heb ik gekozen. Ga uit je vaders huis. Hoe staat het geschreven in Genesis kapitel 2? Daarvoor zal een man zijn vader en moeder verlaten. Niet waar? Mm-hmm. Voor een vrouw. Hè? God heeft hier met Abraham iets voor. Daarom spreken we van het Abrahamische geloof. Daarom spreken we van dat Abraham de vader is van de Israëlieten. Mm-hmm. We spreken van die mensen die komen van Abraham, Isaac en Jacob. Oké, okay, Isaac en Jacob, die gaan we allemaal nog leren kennen. Maar Abraham ligt aan de basis daarvan. Jacob had niet Israël geworden, had hem geen kleinzoon geweest van Abraham. Of Abraham, zoals hem hier nu noemt. Mm-hmm. Dat is weer een gelijkenis waar we straks nog tegen gaan komen. Op een bepaald ogenblik gaat God die naam van Abraham veranderen in Abraham. Mm-hmm. In Genesis 32 verandert Jezus de naam van Jacob in Israël. Mm-hmm. Ziet u dat gelijkenis, hoe dat allemaal ergens opslaagt? Dat is dat fantastische aan de Bijbel. Vind ik persoonlijk. Mm-hmm. Dat is dat wat mij zo fascineert aan dit boek. Hoe dat je overal terug gelijkenissen ziet in andere boeken, in andere kapitelen, op een heel ander tijdstip van de geschiedenis. Mm-hmm. Maar hoe dat je hier dus bij wijze van spreken Genesis kapitel 12 kunt vergelijken, niet direct, maar je kunt zeggen van, daar is toch een gelijkenis in met Openbaring kapitel 18 vers 4. Ja. Ja, som, die zie ik heel duidelijk. Wat weet je toch een hoop van die teksten uit je hoofd, ja. Ja, een beetje wat. Ik ken belangen niet zoveel van de Bijbel als ik graag zou willen. En dat is mijn grote tekortkoming in dit leven nog altijd. Dat geef ik spijtig genoeg toe. Dat moet ik toegeven. Maar de eerste punt is gewoon al in vers 1. God zegt tegen Abraham, get out of there. Get out of Dodge. Zoals Jezus Christus tegen de Israëlieten gezegd heeft, ga uit Jeruzalem weg. Dat gaat hier allemaal op in vlammen. Dat wordt hier allemaal kapot gedaan. Ja? En velen die het begrepen hebben, zijn weggegaan. Ja. Zoals we een beetje later nog tegenkomen ook. Get out of Sodom. Ja? Get out of Dodge. Ja? Dus hij zegt hier tegen Abraham, ga daar weg. Laat je land, dus de omgeving waar je opgegroeid bent, waar je alles kent, laat dat allemaal achter u. Laat je vader achter u. Kijk niet om. Ga door. Vertrouw mij. Gehoorzaam mij. Wat God hier doet met Abraham, dat is een test van gehoorzaamheid. Daarom wordt Abraham later ook gerechtigheid toegerekend omwille van zijn
geloof. Want door geloof word je rechtvaardig. Niet door dingen die je doet, niet door werken. En dat zullen we later nog leren ook. Mm-hmm. En hier test God Abraham al. Ja. En hij maakte hem een belofte. Ik zal van jou een grote natie maken. En ik zal je zegenen. En ik zal je naam groot maken. En jij zult een blessing zijn. Een zegen zijn. En ik wil die zegenen die jou zegent. En ik wil hem vervloeken die jou vervloekt. En dat zal in alle families van de, in alle families van de aarde zullen jij gezegend zijn. Nu, vers 3, de eerste zin, is van ongelooflijke belangrijkheid vandaag de dag in die wij leven. En kunnen jullie mij zeggen waarom? Nou, omdat God ons zegent als wij Abraham zegenen. Volgens mij staat het hier toch. Ja, als we zijn naam kijken, ik zal het tot de en ik zal zegenen die u zegenen, ja. Dus God zegt dat hij ons zegent als wij Abraham zegenen. En vervloeken degene die Abraham vervloeken. Mm-hmm. Maar waarom is dat in onze tijd zo belangrijk, Perry? Juist in die tijd in die wij leven. Ik denk dat zijn heel niet zo veel mensen die in dit die van, oh dat is heel zwaar voor mij in het Nederlands, die van het lijn van Abraham komen. Die ook die rechtvaardigheid van Abraham hebben. En welke mensen zijn vandaag op deze aarde die beweren dat zij uit de lijn van Abraham komen? Dat zijn denk ik de mensen die zichzelf Joods noemen. Dat zijn dus die mensen die sinds 1948 in die staat van Israël leven, niet waar? Mm-hmm. Maar ook, ja. Ja, ja ze wonen nog verdeeld over heel de aarde ook, hier en daar, maar het grootste deel leeft in Israël vandaag. Mm-hmm. Daar kunnen we er nu niet over discussiëren, daarvoor werd die staat ja ook opgericht. Ja, natuurlijk. En dus, als je hun niet zegent, dan gaat dus de vloek van God over u komen. Mm-hmm. Dat probleem is, die staat van Israël die daar vandaag de dag bestaat, is niet bijbels. Die Joden die daar vandaag in Israël leven, zijn geen Jezus Christus accepterende en God volgende gelovige Israëlieten of Joden. Mm-hmm. Maar ze zijn heidenen tot in de diepst van hun hart bij de meesten. Afgevallen. Mm-hmm. Maar in deze wereld bestaat dan zoiets als antisemitisme. Mm-hmm. Nog een keer van gehoord? Als je dus die mensen niet zegent, dan gaat de vloek van God over u komen. Maar niet de vloek van onze God in de hemel. Maar de vloek van de God van deze wereld. Die gaat u allemaal achtervolgen als je iets tegen Israël zegt. Mm-hmm. Dus op den ogenblik, als jij die leugen openbaar maakt, die daartoe geleid heeft dat deze staat van Israël vandaag de dag überhaupt bestaat, mm-hmm, en je dat dus niet accepteert, ga je de wraak van de God van deze wereld kan voelen. Mm-hmm. En we weten wie dat is, niet waar? Ja. Deze wereld maakt misbruik van de Bijbelse vers, Genesis kapitel 12 vers 3, omdat op dat antichristelijke land Israël vandaag de dag en die bewoners daarvan en die bewoners verspreid over heel de wereld toe te passen. Mm-hmm. Zij nemen zelfs deze zin, die Israëlieten of die Joden in Israël, die vandaag daar leven, nemen zelfs deze zin en zeggen van, hey, wij zijn gezegend van God. Zegen ons of je wordt vervloekt door God. Zij beweren dat zij nakomelingen zijn van Abraham. Nu dat zij geen navolgingen van Abraham zijn, mm-hmm, dat gaan we op een ander tijdstip kunnen gaan bespreken. Dat wordt ook besproken in dat boek Exploding the Israel Deception.
moet ik iedereen warm aan het hart leggen om dat boek te lezen. Of nog beter, lees dat boek End Time Delusions van Steve Wahlberg. En daar komt in sectie 4, of in deel 4 van dat boek, komt dat klein uitgekoppelde boek voor. En ik lees dat binnenkort met Tom Fress. Dus ik ga dat kleine boekje Exploding the Israel Deception ook niet verder lezen. Omwille van dat ik met Tom The End Time Delusions compleet samen ga lezen. Ja? En we doen dat dus een keer samen. Ja. Maar ik wilde nu geen reclame maken voor deze lezing. Ik wilde alleen maar zeggen van deze vers is zo ongelooflijk belangrijk, omdat wij A in de eerste plaats hebben. God die tegen Abraham zegt, ga van alles weg wat u vertrouwd is, ga van alles weg wat dat je lief hebt en ga ergens naartoe waar ik u toon dat je zult gaan. Vertrouw mij dus of geloof in mij dat ik het beste met u voor heb. Ja? En dan zal ik van u een grote natie maken en ik zal jou zegenen en jouw naam groot maken en ik zal ervoor zorgen dat diegene die jou zegent, die jij zegent ook gezegend zal zijn en die jou vervloekt, dat die ook vervloekt zal zijn. Ja. En je zult in alle families van deze aarde gezegend zijn. Deze laatste zin, and in thee shall all families of the earth be blessed. Hier krijgen we al een verstaan daarvan dat Abrahams familie op het einde van deze aardse tijd, waar wij nu in leven, dat betwijfelt denk ik niemand, dat die over heel de wereld verdeeld zijn. In thee shall all families of the earth be blessed. Dus we zeggen met andere woorden, overal op deze aarde is een deel van jouw familie terug te vinden en die zullen gezegend zijn. Zo versta ik dat tenminste. En daarom zijn deze drie eerste versen voor mij zo enorm belangrijk en zo enorm vol bijbelse wijsheid. Ja, dat was mijn verstaan daarover, maar ik zou natuurlijk graag willen weten wat jullie daarover te zeggen hebben. Ja, ik schrijf er alleen maar mee aan. En Michael? Ja, ich sehe das als ein geistliches Ding auch. Ne? Dass jemand, who ist nicht recht wahrlich als Abraham, dass die, ich weiß es nicht in Niederlands, mal, dass die dann kürzt ist. Ja, dass die halt, dass die verflucht. Verflucht? Ja, okay. Ja, verflucht. Ja, verflucht ist. Ne? Und das ist auch die Rechtwahrigkeit und der Glauben an die, an Gott, an den echten Gott, an die Schepping. Scheppingsgod, is dat juist? Ja, ja, de God van de schepping. Ja, de God van de schepping is, ja. En ik heb ook nagekeken dat Abraham, de oorspronkelijke naam, die heeft de bedoeling hoge vader. Oh. Ja. Ja, dat wist ik niet. Ja, ik ook niet. Nee. Nu weet ik dat. En jij kent die oude Latijnse frase nomen est omen. So de naam heeft een bedoeling. Ja, ja. En in de Bijbel hebben de namen een heel speciale bedoeling. Ja. De namen zijn niet gewoon namen als in onze tijd, maar die zijn een beschrijving op die karakter, op die eigenschappen, op die dat wezen. Van de mens. Ja, en ook, ik denk, zijn. Wie is dat in. Moet ik maar in Duits zeggen. Zijn opgave. Ja, zijn opdracht. Zijn opdracht, ja. Opdracht, ja. Wat was de naam van Abraham? Wat betekent dat? Abraham, niet Abraham, ne? Abraham. Ja, ja, dat is. Abraham is contracted from age for eight, high father. Hoge vader, oké. Ja. The original name of Abraham, Abram. Yeah? Abram, oh, ja. Abram, high father. Mm-hmm. Oké. Okay. Ik weet Abba in het Hebreeuws is vader. Dat weet ik wel. Ja, in Aramees. Huh? Ik denk dat was Aramees. Oh, oké. Okay. Dat ligt dicht bij elkaar, even voor de kijkerhuizen. Aramees en Hebreeuws ligt dicht bij elkaar. Ja, zo ongeveer als Vlaams en Nederlands. Ja. Ja. Oké.
Maar daar was iets wat Michael juist gezegd heeft en ik kom er niet meer op en ik wilde daar een commentaar op geven. Kunnen we nog eens een keer herhalen wat jij gezegd hebt, Michael, dat ik dan een keer opkom? Wat ik gezegd heb? Oh. Ja. Voordat met die opdracht, was daarvoor nog? Dat iedere naam een bedoeling heeft. Ja, dat iedere naam een bedoeling heeft. Dat komen we dus ook nog een keer tegen in bijvoorbeeld, gelijk ik daar juist dat voorbeeld genomen heb, dat je Abraham zijn naam later veranderd wordt in Abraham. Mm-hmm. En dat dus van een van zijn nakomelingen dat ook gebeurt, namelijk van Jacob, waar de naam verandert in Israël. Ja. Michael heeft gezegd, de naam vroeger en de naam Bijbels is eigenlijk ook een beschrijving van de karakter van de mens. Anders als bij ons vandaag, waar we alleen maar een naam geven om een naam te geven. Dat is over het algemeen juist. De punt is maar ook, en we zien dat aan gevallen gelijk Abraham en aan Israël, dat alleen God, niet alleen de naam, maar ook de karakter van een mens kan veranderen. Of hij kan dat wat in de karakter slaapt, wakker maken en groter maken als dat wat tot nu toe de karakter is. Je gaat zeggen van, wat babbelt hij ervan? Ik babbel van dat geval van Jacob en Israël. De naam Jacob betekent crook, ja? Dief, bedrieger. Opzetter, als je zo wilt. En Israël betekent prins van God. Okay. En Jacob wordt veranderd in Israël. Maar dat heeft dus altijd al in hem gesluimerd. Alleen heeft God het op een bepaald ogenblik, laten we zeggen, geactiveerd. Gelijk een stukje DNA dat geactiveerd wordt, bij wijze van spreken. Om een keer een beetje beeldelijk te spreken, dat mensen zich dat kunnen inbeelden. Want een mens wordt niet vandaag van de een op de andere dag krijgt een keer een andere karakter. Deze karaktertrekken zijn altijd al in hem. Maar ze zijn nog niet voortgebracht. Wij noemen dat als christenen de wedergeboorte. Ja. Als ik wedergeboren was een paar jaar geleden door Jezus Christus aangenomen te hebben, ben ik geen andere mens geworden. Ja, ik ben wel een andere mens geworden. Maar in feite ook niet. Dingen die altijd in mij al verborgen waren, hebben nu ineens de overhand genomen. En dat wat vroeger de overhand genomen had, is nu in de achtergrond verdwenen. Is naar de achtergrond gedrongen geweest. Ja. En dat is zo bij iedereen die nieuw geboren wordt. Want ineens haat je die dingen die je deed en lief had tot die dag daarvoor. En hou je van die dingen die je daarvoor afschuwelijk vond. Ik moest mijn leven lang van God niet weten. Vandaar kan ik me geen minuut zonder God meer voorstellen te leven. Ik was vroeger aan het rondhoeren, aan het drugs gebruiken, wiet roken, alcohol drinken, poker spelen, de vrouwen achteraan lopen. Vandaag de dag heb ik een walging aan die dingen. Daarom is dat niet uit mijn lichaam weg, het is nog altijd daar. Maar het heeft niet meer de overhand. Het leidt mijn leven niet meer. Ja. Al die andere dingen die ik vandaag de dag doe en die mijn leven leiden, waren altijd al daar. Maar God heeft die ineens omhoog gehaald en heeft daarvan de middelpunt van mijn leven gemaakt. En mijn geloof is niet uit mezelf gekomen. Mijn geloof is mij ingepropt geweest van God. Ja? Imputed, zeggen ze in Engels. Ik ken dat niet in Nederlands dat woord. Ja. But righteousness is imputed into us. Faith is imputed into us. Dat komt niet uit onszelf, dat komt van God. En dat is ook een heel belangrijke stap wat hier met Abraham gebeurt. Want God zegt tegen Abraham, ga weg uit uw land, ga weg van uw familie, ga weg van je vaders huis, ga daar naar heen waar ik u toe zal sturen. En dan maak ik van jou een grote mens en een grote naam. Ja, ik kan er niet vaak genoeg op drukken hoe belangrijk ik dit vind, dat we dat goed verstaan. Ja, je hebt goed toegelicht. Je mag het wat mij betreft verder pakken bij vers 4. So Abraham departed, as the Lord had spoken unto him, and Lot went with him. And Abram was 75 years old when he departed out of Haran.
Ah ja, da war es auch noch ein Punkt, die ich wilde Marke. Sorry. Mhm. Da war ich vergeten in Genesis 11, auf das Ende. Ja. Sie sind dus nach das Land Haran gegangen. Mhm. Interessant, dass das Land so nennt, als dus der tote Sohn von, wie war's wer? Terah. Terah, ne? Ja. Ja, denn Terah hat einen Sohn und die stirb vor ihm. In Augen, ja. So haben wir gelesen hier vor seinen Augen, ja. Das ist hier in Vers 28. Mhm. And Haran died before his father Terah in the land of his nativity, in Ur of the Chaldees. In Vers 32, and the days of Terah were 205 years, and Terah died in Haran. Das Land ist dann benannt nach seinem Sohn. Ook is een keer eventjes iets interessants om ja. een nota ja. van te nemen, hè, waar ja. zo dingen vandaan komen. Ja. Dus nog een keer, vers 4. Ja, dat is ja ook ja. een Kanaan, zo, van die land Kanaan. Ja, maar we weten niet of dat pas na zijn dood daar naartoe genoemd werd. En hier van Haran ga ik ervan uit dat na zijn dood was dat zo genoemd was. Mm-hmm. Zo versta ik dat tenminste. Mm-hmm. Maar je hebt gelijk, uiteraard, de meeste landen zijn dan benoemd mm-hmm. naar die families. Hè? Mm-hmm. Ja, dat is wel waar, ja. Ja, in die oude tijden, in die Genesis. Ja, niet in de tijd van vandaag de dag. Nee. Behalve Saoedi-Arabië. Aha. Ja? Maar dat was een grapje. Ga maar door. Ah, ja. Okay. Nou, maar je hebt bijvoorbeeld hoofdsteden die benoemd worden naar mensen, hè? Je hebt Astana, de hoofdstad van Kazachstan, die nu benoemd is naar de heerser die daar nu leeft. Hè? Dat is een of andere sultan, weet ik veel wat. Hè? Ja. En dus de naam is veranderd naar die. Hè? Dus. Ja. En je hebt bijvoorbeeld in de Verenigde Staten van Amerika, heb je Washington. Hè? Ja. En de eerste president noemde ook Washington, ook een toeval, hè? Niet waar? Want de originele naam van Washington was Rome. Oh, ja. Ja, zo staat het toch in de landrecorden uit de 17e eeuw, 1683, als ik niet mis ben, zoiets in die richting. Stond dat land dat vandaag de dag Washington noemt, stond daar bekend als Rome. En de rivier de Potomac, zoals we die vandaag kennen, die was genoemd de Tiber. Ja. Dus het was in feite een spiegelbeeld van Rome in Italië. Ja. Die twee zijn overigens ook zustersteden. Ach, natuurlijk, ja. Dat leer je allemaal als je hersens van het kwaad, Rulers of Evil, Herrscher des Bösen leest. Ja. Zo, ik ga nog een keer vers 4 lezen. So Abram departed as the Lord had spoken unto him, and Lot went with him. And Abram was 75 years old when he departed out of Haran. And Abram took Sarai, his wife, and Lot, his brother's son, and all the substance that they had gathered, and the souls that they had gotten in Haran. And they went forth to go into the land of Canaan. And into the land of Canaan they came. Das genug. Okay. Das für you. 4 and 5. En Abram toog heen, gelijk de Heere tot hem gesproken had. En Lot toog met hem. En Abram was 75 jaren oud, toen hij uit Haran ging. En Abram nam Sarai, zijn huisvrouw, en Lot, zijn broederszoon, en al hun haven die zij verworven hadden, en de zielen die zij verkregen hadden in Haran. En zij togen uit om te gaan naar het land Kanaan. En ze kwamen in het land Kanaan. Ja. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen, und sie kamen in das Land Kanaan. Great. Ja, ich habe hier nun nicht direkt iets Speziales, das ich finde, wart zu bekommentarieren. Mm-hmm. Of was ich nicht gut verstaan. Ich habe wel een vraag. Ich habe wel een vraag. And, is in Vers 5, and the souls that they had gotten in
Haran. Wordt daarmee bedoeld de kinderen die ze hadden gekregen? Ik ga ervan uit dat het hier over dienaren gaat. Manservants, maidservants, omdat zij heren van een groet zijn. Ja? Hmm. Ze hebben een bepaalde rijkdom vergaard. Hè? Rijkdom in de vorm van schapen, runderen, noem maar op, hè? Wat dan ook. En dan heb je natuurlijk ook mensen nodig die je daarmee helpen om dat groot te krijgen. Dus daar, ik denk dat dat zoiets bedoelt. Want ze trekken met een hele trek gaan ze in feite door. Hè? Mm. Snap je? Dus ik denk dat dat was. Want voor de rest hebben ze blijkbaar niet veel zielen meegenomen. Want God zegt ja in het begin, get away from thy kindred. Dus van jouw mensen, dus van jouw familie, ga weg. Als ze dan dus hier zielen meenemen, dan zijn deze zielen waarschijnlijk mensen die ze meegenomen hebben, maar geen zielen die uit hun familie komen. Mm-hmm. Ja? And the souls that they had gotten in Haran, zielen die zij gekregen hebben in Haran. Ja, welke zielen hebben ze dan gekregen? Abraham en Sarai hebben geen kinderen, want Sarai was onvruchtbaar, yeah. Op de logik. Ja? Die hadden nog geen kinderen. En Lot en zo zou ook nog geen kinderen gehad hebben, anders zou dat daar waarschijnlijk toch gestaan hebben. Ja. Yeah. We weten later, als het naar Sodom komt, dat Lot twee dochters heeft. Maar dat is pas later. Dat zal nu nog niet direct zijn, waarschijnlijk. Ja. Dus het gaat niet over familie die zij meegenomen hebben, wat zielen aangaat. Volgens mij is dat te verstaan volgens manservant, maidservant, iets in die richting. Maar Michael heeft Ishod op. Die kan eens een keer kijken wat die vertaling van dat woord soul is, alstublieft. Ja, dat heb ik al gedaan, ja. Ja, natuurlijk, dat weet ik, daarom vraag ik het, ja. Ja. Dat is die Hebräische woord nefesh. En dat komt van properly a breathing creature that is animal or vitality. Used widely in literal, accommodated or figurative sense, bodily or mental. Any appetite, beast, body, breath, creature. So any creature. Iets wat Adam heeft, Odem heeft. Ja, Kreaturen, dus gelijk hun Kreaturen, ja. Hun beesten allemaal. Ja, dat kunnen ook dieren zijn, ja. Oké. Okay. Even kijken wat er dan... Dat is een beetje als de... een hier. Huh? Ja. Hier staat dus echt zielen, ja. Ja. Mm-hmm. En in. Je hebt toch Ishod ondertussen ook, hè, Perry? Had je dan niet gezegd dat je Ishod ondertussen ook hebt? Had ik dat gezegd? Goh. Ja, ik vraag het. Had je dat niet gezegd? Mis ik mij? Nee, heb ik helemaal niet gezegd. Nee. Ah, oké, dan mis ik mij. Ik vind het ook zo raar dat ik daarvoor moet betalen. Ja, nee, je hebt toch een online versie daarvan die je kunt raadplegen? Oh, ik dacht. Daar hadden we toch een keer over en die is toch gratis? De online e-sort. Ik schrijf het even op en dan komen we daar wel op terug. Ja, nee, ik heb wel zeker... geprobeerd tenminste te downloaden. En dat kan je dan downloaden van internet. Ja. Maar dat moet je een creditcard hebben of zo. Of Apple Pay of... Ja, dat heeft dan met jouw computer te doen. Want op onze Microsoft computers kunnen daar gewoon gratis downloaden. Ja, oké. Okay. Punt was... Je had ook een online versie, dus... Ja, de punt was, als je dat... kunt ervoor zorgen dat het op je PC staat voor de volgende keer, dan kunnen we altijd de e-sort ook een keer open doen. Als Michael dan zo dingen uitzoekt, is het interessant dat jij dat dan ook op een scherm kan tonen. Hè? Daarom zeg ik dat maar. Het is ja niet ganz oninteressant om dat aan die mensen te kunnen laten zien. Hè? Ja. E-sort is een zeer interessant programma. Nou, mijn punt is dat... Maar daar hebben we het nou niet over. Daar hebben we het nu niet over. Maar als het een keer online komt, e-sort, dan is het natuurlijk wel ideaal. Dan doe ik even de website erbij van de online e-sort en dan kan ik het zo laten zien. Natuurlijk. Tuurlijk, niemand wil jou verplichten om geld ervoor uit te geven. Versta mij alsjeblieft. Dat is allemaal zo'n gedoe, man. Dan moet ik de bank gaan bellen. En nee, dat hoeft allemaal niet. Je kunt het gratis krijgen, volgens mij is er een online versie. En zullen we dat tegen volgende keer een keer gaan zien of dat lukt of niet. Ja, ja. Nou, kijk maar. Het is maar interessant dat we dan die mensen ook op het scherm kunnen gaan laten zien. Ja. Als Michael zegt van, kijk, de wortel van dat woord is daar en daar. En je ziet dat originele Hebreeuwse of Griekse woord. Dan je weet wat mensen zien. Dat geloven ze eerder als dingen die ze alleen maar horen. Zonder meer goed. Voilà. Dan zal ik nog eens eventjes verder lezen in vers 6. Mm-hmm. And Abraham passed through the land unto the place of Sichem, unto the plain of Moreh. And the Canaanite was then in the land.
Ik zal het hier bij vers 6 ook laten, want we zijn al dicht bij het uur, dat jullie twee dat ook nog kunnen gaan lezen, want daar heb ik nog een heel kleine opmerking op. En dan kunnen we afsluiten tot de volgende keer. Maar nu eerst een keer de Nederlandse versie van vers 6. Ja. En Abraham is doorgetogen in dat land tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos More. En de Kanaanieten waren toen ter tijd in dat land. En dan mag jij komen. Of had ik je ook die erachteraan gedaan? Ja. Und Abraham durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Terebinte Mores. Damals aber waren die Kanaaniter im Land. Nu, wat vind ik interessant om hierbij eventjes te bemerken, dat ene heeft iets te doen volledig met Vlaams, met België. Daar hebben jullie geen kaas van geëten, daar kende niks van. Maar een kleine 20 kilometer van hier is een dorp, dat noemt Sichem. Oh. Scherpenheuvel, Sichem. Ja, dat wordt dan wel met Z geschreven, maar dat is altijd zo in Vlaams. Wat je hier in S schrijft, dat wordt hier met Z geschreven, ja. Dus, maar het wordt op dezelfde manier uitgesproken, Sichem. Dat vind ik dus al eens een keer interessant. Maar ik heb hier ook 20 kilometer in een andere richting een dorp, dat noemt Baal. B-A-A-L. Ah. Ja. Ik leef hier dus in Jesuitenland. Vergeet dat niet, hè, mannen? Ja, ja. Ja, Baal en Sichem. Maar nee, een andere punt vind ik ook nog heel interessant. Dat is de laatste zin van vers 6. And the Canaanite was then in the land. Mm-hmm. Nu, wat is hier aan interessant om eventjes een keer over na te denken? God zegt tegen Abraham, verlaat uw land waar je opgegroeid bent, verlaat uw familie, laat alles achter en ga waar ik u toon dat je moet gaan. Mm-hmm. En ze gaan hier naar Kanaan en de Kanaaniet was in het land. Een paar jaren later gaat God de Israëlieten uit Egypte leiden. En nadat ze 40 jaar in de woestijn rondgedold zijn, gaan ze over de Jordaan in een land in te nemen dat God hun beloofd heeft. En daar zitten ook al volkeren daarin. Mm-hmm. Heidense volkeren. We hebben dus weer hier in het klein, wat we later een keer in het groot met Israël meemaken ook, al een voorbeeld daarvan. Mm-hmm. Er is niks nieuws onder de zon. Dat vind ik nog persoonlijk eventjes om op te merken hierbij. Ja. En voor de rest zal ik het graag aan jullie twee laten om afsluitende bemerkingen te maken. Ik vond het in elk geval terug een zeer interessante en studie die ik ook weer terug iets geleerd heb. En waar ik heel duidelijk gemerkt heb dat de geest mij dingen in verstand ingegeven heeft die ik daarvoor nog niet begrepen heb. Ja. Dat is ook die idee van zo'n Bijbelstudie. En daarom doe ik die zo heel graag met jullie twee. En zeker in de drie talen is altijd eens een keer interessant. En we hebben ook vandaag vastgesteld dat als we de Koning James als basis nemen, dat zowel aan de Statenvertaling als aan de Duitse Schlachter hier niks op aan te merken is in vorm van vertaling. Dus dat was in dat opzicht ook eens een keer leuk, dat we dus alle drie in agreement, bij wijze van spreken. Ja, precies. Ja, dus voor mij persoonlijk is dat nu gedaan, maar als jullie nog een vraag hebben aan mij, dan mocht ik natuurlijk wel zeggen, maar ik zal het anders afgeven aan jullie twee om dit video tot het einde te leiden. Ja. Nou, Michael, wil jij nog wat afscheid zeggen? Ja, ik heb een beetje nagedacht over die discussie voor de moeder en de vader, voor de kinderen. Ja, ja. En ik denk, en zo zie je dat die aufgabe, de opdracht. Die opdracht van die Mutter ist für die materielle Dinge, so wie die sorgt für die ersten Jahre, um das Kind zu trinken und zu essen zu geben und so etwas. Und ich denke, dass die Rolle von der Vater ist belangreicher, als das Kind ein bisschen älter ist, ja, für die spirituelle, für die geistliche Dinge. Mhm. Ich denke, dass das auch der sehr große Verschil ist, ob die zwischen der Opdracht von Mutter und Vater. Ja. Der Mann ist das Hoofd von dem Gesinn, das wissen wir doch allang. Und es geht hier über das Hoofd von dem Gesinn in geestelijk Belang. Ja, das ist das, warum ich das nun auch eins belangrijk fand, dass so alte Lächeln, dass es hier ein Verschil ist, als ein Kind hier ein Jahr alt ist, auf 10 Jahre alt ist. Ja, das. Da heb je ook dan
als Vater een heel besondere Opdracht. Opdracht war. Ja, en wat ook nog heel belangrijk is, het geestelijke is belangrijker als het vleeselijke. Ja. We moeten leren in geest te leven en niet in het vlees te leven. En wie we dus met onze geest aanhangen, is belangrijker als wie we met het vlees aanhangen. Dus als je met het vlees aan je moeder hangt, maar met je geest aan je vader, dan is de rol van de vader zeker niet onbelangrijk. Ja. Nee, maar het is minder belangrijk als dat kind zo... Ja, in de eerste jaren. Ja, okay. In de eerste jaren, ja. Ja. Ja, dat was het van mij voor dit sessie. Bedankt, Perry. En bedankt, Jörg. En bedankt, lieve luisterers. Ja. En ik ga het over naar Perry. Oké. Okay. Nou, en ik heb ook alleen maar een dankjewel te zeggen. Als eerste tegen Jörg, want die was het eerst aan het woord. En als tweede tegen Michael. En ik vond dit ook een leerzame. Die andere ook. En dit vond ik ook een leerzame. Ik heb er ook weer wat bij geleerd. Abraham was de oom van Lot. Maar dat komt allemaal nog. En dat gaan jullie allemaal horen bij de volgende Bijbellezingen. Tot de volgende keer. Tjus.